Hoi allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. In deze video laat ik jullie deel 2 van mijn lip make-up stash zien. Eerder had ik al een lip make-up stash video deel 1. En toen heb ik ook verteld dat deze video in 2 delen online zou komen, omdat die anders te lang zou worden. Ik zal de link van video 1 eventjes in de beschrijving neerzetten. Dus als je die nog wilt bekijken, dan staat de link in de beschrijving. En dan ga ik nu verder met de overige lipproducten die ik nog niet heb laten zien aan jullie. Dus als je benieuwd bent naar mijn andere lipproducten, kijk dan eventjes gezellig mee. In deze video laat ik jullie lipgloss zien en 2-in-1 lipproducten. En ik begin even met de 2-in-1 lipproducten. Die zitten in zo'n smal mandje. En ik heb hier een aantal glossy lipsticks. Deze zijn van Max & More, dus van de Action. Die zijn met 2 stappen. Dus je hebt stap 1 en stap 2. Dus je brengt eerst de kleur aan. Die laat je wat indrogen. En dan breng je stap 2 aan. Dat is gewoon eigenlijk een soort gloss. Ik ga even kijken of hier een naam op staat. Volgens mij niet. Nee, er staat geen naam op. Die stond waarschijnlijk op de verpakking. Maar ja, die heb ik al niet meer. Want ik heb ze ook al een tijdje. Maar ik heb een roze kleur. Dan heb ik een beetje een parelmoer kleurtje die ik zelf heel erg mooi vind. Dan heb ik een beetje een, ja, oranje met glitter. Is dit meer? Ja, op de lippen is die heel erg mooi. Het is niet echt heel erg diep oranje, maar het heeft een beetje een oranje gegloed. En dan heb ik nog een hele felle kleur. Het zijn hele fijne producten overigens, maar je hebt wel echt die stap 2 nodig, anders droogt het heel erg uit. Dan heb ik er in zitten een Provocalypse van Rimmel. Dit is, even kijken hoor of ik de kleur terug kan vinden. 110 Dare to Pink. Het werkt echt precies hetzelfde. Eerst breng je deze aan en dan deze. Heel fijn product ook, echt een aanrader. En dan heb ik, deze zit nog in het doosje, zal ik er even uithalen. De Superstay 24 Hour van Maybelline. En je brengt eerst de kleur aan en dit is dan meer zo'n soort topcoat die je er overheen doet. De rest is eigenlijk allemaal meer een gloss en dit is echt een topcoat die je ook gewoon echt gewoon nodig hebt. Anders heb je echt het gevoel dat die kleur je lippen heel erg uitdroogt. Even kijken of hier nog een naam op staat. Misschien op het doosje. Ik kan de naam zo niet vinden. Mocht ik de naam nog vinden, zet ik hem eventjes onder in de video. Dan ga ik even door met de lipglossjes die ik nog wil gaan reviewen. Maar die wilde ik jullie niet onthouden. Dat is deze Fashion Professional Lipgloss van de Action. In de kleur Pink Fusion. Nummer 37. En hier ben ik wel heel erg benieuwd naar. Omdat ik heel erg enthousiast ben over deze producten van Fashion Professional. Dan heb ik een lipgloss van W7. Even kijken of hier nog een kleurtje op staat. Volgens mij niet echt. Oh, nummer 06. Ik vind de kleur er heel erg mooi uitzien. Hier ben ik ook heel benieuwd naar. Dan de Glossy Lip Glow van Catrice. Deze heb ik ook al een tijdje, maar ik moet eventjes goed ondervinden hoe dit nou precies in zijn werking gaat. Deze zou de kleur die je op je lippen draagt intenser maken. Dus hier wil ik nog zeker eventjes mee gaan experimenteren. En deze verschijnt ook sowieso nog online. Dan heb ik nog een glossy lipbalm van Essence in de smaak Cherry Brownie. Alleen moet ik even kijken of deze nog wel verkrijgbaar is. Want dat weet ik niet. En dan heb ik een Maybelline lipgloss. Ja, dat is deze. Dit is een paars kleurtje. Deze heb ik een keer bij de Action uit zo'n bak gehaald. Dus ja. Ik moet even kijken of ik deze nog wil gaan reviewen. En anders gaat hij gewoon in mijn stashpakje. Dan begin ik met de lipgloss. Ik heb een aantal lipglossjes die niet in het mandje zitten. Dat is dit setje van Max & More.
Hier staat verder geen naam op, maar dit is een setje met, hier zit lipgloss in en er zit een klein spiegeltje in met een kwastje. Het zijn hele mooie kleurtjes, maar ze zijn een beetje moeilijk uit de verpakking te krijgen. Het zijn deze kleurtjes en dan heb ik nog een variant en deze zijn iets donkerder. Dan heb ik drie mini lipglossjes van Essence. Deze zijn van Paris Ma Jolie. Nummer 06, volgens mij is deze uit het assortiment gegaan. Maar hier zitten dus drie van die schattige kleine lipglossjes in. Ik vind het verpakkingje ook heel erg leuk. Is ook gewoon al heel, heel erg leuk om bijvoorbeeld iemand cadeau te doen. En dan ga ik naar het bakje met mijn lipglossjes. Zoals je ziet zit die aardig vol. En ik ga die lade waar mijn lipproducten in staan, ga ik ook nog eventjes een keertje helemaal hersorteren. Maar nou ja, ik ga nu gewoon beginnen met dit bakje. Als eerste heb ik hier een lipolie. Deze is van de Winter Wonderful collectie van Essence. Maar heeft gewoon een lipgloss applicator. En ik vond het ook gewoon echt best wel een beetje glossy-achtig. Je had een roze en een oranje. En ik heb een roze. Ik zal even kijken of er ook nog een kleur op staat. Essential Blizzard 02. Ruikt heel erg lekker overigens. Dan heb ik een gel tint in de kleur 02 Deep Red. Dat is, hier zit ook gewoon zo'n applicator aan. Vond ik echt hele fijne producten van Essence. Helaas hebben ze ze niet meer. Heel gepigmenteerd ook. Dan heb ik een lipglossje van Essence uit de All That Grace collectie. In de kleur Roaring Red 01. Hele, hele schitterende lipgloss. Best wel een donker kleurtje. Vond ik wel een keer leuk voor de afwisseling. Dan heb ik er een lipolie in zitten. Deze is van Catrice. Deze komt uit de Rouge Luxury collectie. Deze heet Cozy Cashmere. En ja, hij hoort eigenlijk niet echt bij de gloss, maar hij is dus in dat mandje beland. Dan heb ik een Color Magic Lip Gloss. Deze komt van de Action. Fijn lipglossje, verder niet heel, heel interessant. Dan heb ik de Fabulous Flute Lipstick van de HEMA. Dit is kleur nummer 3. Eigenlijk zou die bij de lipsticks horen, maar ik vind het toch meer lipgloss. Dus daarom ligt die ook bij de lipglossjes. Oh, dan heb ik nog een 2-in-1 product van Vintage District. Het was ooit een limited editie van Essence. Hier zit dus een lipstick. Kun je de kleur zien en de bijpassende lipgloss in. Zit er een lipglossje van de Action in. Dit is een moisturizing lipgloss in de kleur Hot Pink. Dan deze XXL Shine lipgloss. Hier staat volgens mij niet eens een kleur op. Nee, deze kan ik niet terugvinden de kleur, maar deze is gewoon van Essence. Heb ik nog zo'n lipglossje. Die kocht je toen de tijd per 2, geloof ik. Van zo'n moisturizing lipglossje. In de kleur Dazzling Red. Nummer 23. Ik vind het meer roze, maar goed. Dan heb ik een lipcream van Stay Matte. Deze zijn volgens mij vernieuwd of helemaal eruit. Dat weet ik niet meer. Ik heb de kleur Velvet Rose. Velvet Rose, moet ik zeggen. Dan heb ik twee lipglossjes van de Action in tubevorm in de smaak van Vanille. Deze zijn, heb ik al echt al heel erg lang ook. En in Cherry, maar ik ben nooit zo heel erg fan van deze verpakkingen. Omdat ik altijd heel erg bang ben dat ze kapot gaan ofzo. En dat alles onder de lipgloss zit. Ik heb ook het idee dat het allemaal heel pikkerig is, terwijl het helemaal niet zo is. Dan heb ik nog een lipglossje van de Action. Hier zit een spiegeltje op. Zat ook een lichtje en die doet het inmiddels niet meer. In de kleur Paris Pink. Dan heb ik nog zo'n moisturizing lipgloss. Dit is de kleur Grenade. Een XXL longlasting lipgloss van Essence in de kleur Silky Red. Deze is mat. Dat vind ik heel erg mooi.
Dan heb ik een XXL Nude Lip Gloss. Deze is uit de Nude collectie. Deze heet Soft Whisper. Dan heb ik een lipgloss van de HEMA. Wel een leuk kleurtje. Vrij veel roze, zoals je wel kunt zien, heb ik. Van Rimmel heb ik de Oh My Gloss. Volgens mij is deze uit de collectie van Rita Ora. Zat er ook een kleur op. Non-stop Glamour. Een Catrice lipgloss uit een limited editie. Deze komt uit Sense of Simplicity. En deze heet Strike a Rose. Twee mini lipglossjes van de Action. Ik kan de namen niet meer lezen, maar dit is een beetje een lichte roze en deze is wat donkerder. Dan een Effect lipgloss van Essence. Kijken welke kleur dit is. Pink Galaxy. Dan van Essence een lip candy. In de kleur Candy Crush. Ik vond die naam heel erg leuk, want ik vind dat spelletje ook echt heel erg leuk. Dan heb ik van Catrice een lip appeal. Deze heb ik ooit uit zo'n make-up bak gehaald van 1 euro. Deze heet Jewelry is a Gagarin. Lipglossje uit de Caviar Couch Limited Editie van Catrice. Er staat hier ook nog een kleurtje op. Nee. Ook weer heel erg roze, zoals je kunt zien. Ik hou gewoon heel erg van roze. Dan It's an Unforgettable Kiss lipglossje. Dat was een limited editie van Essence in Keep Calm and Kiss Me. Dan heb ik een lipglossje uit de Ticket to Paradise limited editie van Essence. Deze heet maar Treasure Island. Lipglossje uit de Essence Hidden Stories limited editie. Deze heet Marvelous Fairy. Deze is wat paars. Een liptint van de H&M. Deze heet Bubblegum Pink. Deze is ook echt een bubblegum kleurtje. Lipglossje uit de Rock Out MTV Emma Glasgow 2014 collectie. Deze heet Best Rock. Het is meer een beetje transparant met een glittertje doorheen. Het echte grijze vind ik niet echt dat je het ziet. Of het zilveren. Lipglossje uit de I Ariba collectie van Essence in Hula Guapa. Een lipglossje die ik gratis heb gekregen bij twee VA-producten. Gewoon roze, verder geen naam of zo. Lipglossje uit de Hello Anthem Limited Editie van Catrice. Het is meer weer zo'n lipcream. Deze heet Keep Calm and Go for a Walk. Dan heb ik een Made to Stay Smoothing Lip Polish van Catrice. Deze had een naam. Rosewood Ipsy Cooled. Ik weet niet. Ik vind hem toch een beetje apart luchtje aan zitten. Ik heb echt het idee alsof er heel veel. Hoe zeg ik dat? Een beetje normaal. Nou ja, ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet leggen. Maar ik heb echt. Ja, ik heb het idee dat er iets in zit wat ik echt niet lekker vind ruiken. En hij is nog wel goed, overigens. Nog een XXL lipgloss van Essence in de kleur Fabulous Fuchsia Contains Carmine, nummer 17. Nog een XXL shine lipgloss in de kleur Bubble Babe, nummer 14. Vond ik ja, heel licht kleurtje. Een lipglossje uit de Metal Glam limited editie van Essence in de kleur Petal to the Metal. Lipglossje uit de Cinderella Limited Editie in Sing Sweet Nightingale. Dan een lipglossje van NYC. Even kijken of ik een kleurtje staan. Brighton Beach. Ja, mooi beach kleurtje wel.
Dan een Stay With Me Long Lasting Lip Gloss. Deze lijkt op die andere Stay With Me, maar deze heeft dus glans. In de kleur Candy Bar. Ik ben heel erg van de candy. Een Ultra Shine Lip Gloss van de Ethos. Een paars kleurtje. Ook een heel mooi kleurtje. Niet heel diep paars of zo. Meer een beetje transparantachtig. Een Duo Lip Gloss van de Hema. Heeft verder geen naam. Een Volumizing Lip Gloss van de Hema in kleur nummer 2. Oh, deze was ik dus al kwijt, maar die zit dus in mijn lipglossbakje waar die niet hoort. Het is een glittermascara. Ik kom dus bij de mascara's. Die zocht ik al. Ik dacht, hè, waar is die? Maar zit dus overigens hierin. Het laatste wat erin zit is een XXL Shine Lip Gloss. En dit is een transparante. Deze heet Puur Chic. Dit waren dan al mijn overige lipproducten. Zoals je ziet was het al een tijd geleden dat ik hem had opgeruimd. Want als die mascara die erin zit, wist ik dus echt niet. Vind ik trouwens wel weer heel erg leuk, want nou heb ik hem weer. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, kun je je gratis abonneren op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot heel erg snel. Doeg!